Op het moment dat mensen zo beschadigd raken en zeggen dat ze er niet meer willen zijn, ja, hoe kun je je dan nog in de spiegel aankijken? Je relatie in stand proberen te houden terwijl andere mensen je verleiden tot overspel. Dat gebeurt al 20 jaar in het RTL-programma Temptation Island. Echter staat het programma nu volop ter discussie, omdat veel oud-deelnemers kampen met psychische klachten. Maar waarom durven deelnemers pas jaren later openbaar hun beklachten doen? En wat zegt dat over de verandering in de maatschappij dat zo'n programma nu pas in opspraak komt? Ja, dat heeft denk ik te maken met de tijd waarin we nu leven, waarin allerlei dingen naar boven komen. Hè? Vanuit The Voice, de MeToo-beweging. Er is nu eigenlijk ruimte en draagvlak om te gaan vertellen van wat je eigenlijk dwars zit. En dat maakt dat mensen nu ook het lef hebben, het gaan durven zeggen van ja, maar dit heeft mij heel veel schade berokkend. Waarom komt dat nu pas in opspraak? Nou, er is wel vaker opspraak geweest over dit programma en ook over andere reality shows. En daar zijn ook wel vaker kamervragen over gesteld en acties ondernomen. Maar ik denk dat wat we nu zien, dat de zelfregulering die in deze sector is, daar niet in veilige handen is. Als ik kijk naar hoe mensen beschadigd worden, ik maak me daar zorgen over en ik ben niet de enige, heb ik gezien. Als ik nu zelfs de arbeidsinspectie ernaar komt kijken. Als je kijkt ook naar de tijden waarop mensen moesten werken, als er sprake is van alcohol in het spel, die valse beelden en insinuaties die niet goed zijn. Ik vraag me af hoe vrij deze mensen waren, ook als ik kijk naar de contracten die ze moesten ondertekenen. Daarom heb ik ook gezegd, ik vind eigenlijk wel sprake van uitbuiting. Maar die mensen geven zichzelf ook op en ze weten vaak wat voor programma het is. Ja, dat wel. Maar pas als je gaat ondervinden, en dat is natuurlijk met alles in het leven zo. Je weet het hier wel, maar als je echt gaat ondervinden dat je mentaal afgepoeierd wordt of zeer neerbuigend neergezet wordt. Of dat je eigen vriend of vriendin vreemd gaat en bedenk het allemaal maar. Ja, dat is niet leuk om mee te maken. Het is de vraag of ze precies weten waar ze aan beginnen. Als ik de verslagen lees van de getuigen die in de kranten zijn verschenen. Als er valse beelden worden neergezet, insinuaties van wat daar precies gebeurt. En dat prent zich in je hoofd. Nee, dat is geen waarheid. En ik vind ook eerlijk gezegd dat het nog wel iets breders vraagt. Dus hoe kijken we als samenleving hiernaar? Als we dit verwerpelijk vinden, van hoe er met mensen om wordt gegaan. Wil je dan wel naar dat leedvermaak kijken? En wat zegt dat over jouzelf, ook als kijker? Het is wel tijd voor een ommekeer, dus het is ook goed dat het debat hierover wordt gevoerd. Verwacht u dat RTL en andere grote commerciële televisiepartijen stoppen met dit soort programma's? Ja, dat vermoed ik wel. Want je ziet het ook dus in de hele seculiere wereld dat er heel veel kritiek is. Ook van bekende tv-recensenten van dit moet niet, dit moet echt van de buis af. Ik heb grote vrees over dat dit een tijdelijk besluit is en dat ze even wachten tot de storm is overgewaaid. Daarom vind ik het belangrijk dat de staatssecretaris ook reageert op de vraag, zou het niet nodig zijn om hier toezicht op te gaan houden? Niet vanuit de politiek, want die hoort zich niet met de inhoud van programma's te bemoeien. Dat, in een democratische rechtsstaat als de onze is dat niet wat nodig is. Maar we zouden wel kunnen kijken of het commissariaat van de media, die op meer zaken bij wet ook toezicht houdt en hier nu geen taak in heeft, daar misschien wel een taak in zou moeten krijgen. Of hoe wordt er met die deelnemers omgegaan? Hoe zitten die contracten in elkaar? Hoe is de zorg voor mensen? Is het gebruikelijk dat de politiek daar dan ook een zegje over doet, over commerciële televisie? Meestal houden ze zich daar verre van. Ja, dat is ook zo. Maar het mentale welzijn van mensen, daar voelt de politiek zich verantwoordelijk voor. Dus vandaar dat je ziet gebeuren dat er ook vanuit de Tweede Kamer oproepen zijn gedaan om te stoppen met dit soort programma's. Is het idee dat er in de samenleving ook een soort omkentering is tegen dit soort programma's? Het zou goed zijn als dat debat in de samenleving nog beter wordt gevoerd. Dus ik juich het toe dat het nu tot veel reacties ook leidt. Dat mensen zeggen, nee, dat moeten we niet doen. Er zijn ook programma's waarvoor mensen nog operaties ondergaan, waardoor ze lichamelijke ongemakken ervaren naar de toekomst toe. Soms op hele jonge leeftijd. Ja, ik plaats daar echt vraagtekens bij of dat moreel en ethisch ook verantwoord is. En wat mij betreft is daar het antwoord op nee. Televisie gaat niet naar RTL als het erop is. Het argument van
ja, zo is televisie en dit is nodig om kijkers te kunnen trekken. Het gaat om geldelijk gewin. Op het moment dat mensen zo beschadigd raken en zeggen dat ze er niet meer willen zijn, ja, hoe kun je dan nog in de spiegel aankijken? Wil je nu meer van onze producties lezen, zien of beluisteren? Download hier dan gratis de app van het Reformatorisch Dagblad.